Welkom beste kijkers in gesprek met. We zijn inmiddels gearriveerd bij een van de bekende mannen, denk ik wel, uit de gemeente Oldebroek. Zijn naam is David van der Graaf. Ja, en wie is David van der Graaf? David, waar ben je geboren? Ben je geboren in gemeente Oldebroek of daarbuiten? Mijn naam is David van der Graaf. Geboren op 21 juni 1939 in Sliedrecht. Jeugd uiteraard ook doorgebracht in Sliedrecht. Het Sliedrecht dat bestaat uit een gemeenschap aan de boorden van de Merwede. Ik heb al gezegd, mijn jeugd doorgebracht. En op een gegeven moment komt natuurlijk de leeftijd. De regering, hè? Nee, zover was ik nog niet. Nee, maar wel schadererij. De dienstplicht, die kwam voor mij ook in beeld uiteraard. Dat gebeurt meestal op ongeveer 18-jarige leeftijd dat je voor de keuring moet. Ja. En ik werd ook opgeroepen voor de keuring. En ik kwam ook door de keuring, gelukkig uiteraard. En de eerste 4 maanden van mijn 18-jarige diensttijd heb ik doorgebracht als opleiding in Vught, 's-Hertogenbosch en de Bruggenschool in Hedel. Ja. Dat hoorde daar allemaal bij, dus dat behelste 4 maanden totdat men dus overgeplaatst werd naar, ja zeg het maar, en dat was voor mij dus de legerplaats Wezep. Ja. Wezep die bestond dus uit de Margrietkazerne aan de overzijde van het spoor en de Willem de Zwijger kazerne aan de Zuiderzeestraatweg. Ja, want er waren er 2, hè? Ja. En omdat ik toch de opleiding van de genie gevolgd had, was het meest logische, denk ik, dat ik in de Stille Willem gelegerd werd. Ja. Voor 14 maanden. En in die tijd nog paraat. Dus 1 weekend binnen slapen. En het volgende weekend mocht me weer naar huis toe. Wat gebeurde er in de loop van de tijd dat ik in de Stille Willem gelegerd was? Ik had in mijn jeugd nooit de pokkenspuit gehad. Nee, nee. In verband met mijn astma. Ja. Dan kreeg je dus op hele jonge leeftijd de pokkenspuit niet. Dus in diensttijd kwamen ze erachter, in verband met mijn paspoort, dat daar de pokkenspuit dus niet in stond. Dus ik was verplicht om hem te nemen in de militaire dienst. Op zich is dat geen probleem, maar er komt een moment, als je dus die pokkenspuit gehad heeft, dat je erg ziek kan worden, dat je hoge koorts krijgt. Dat ja. Duurt even een paar dagen en dan ben je er doorheen. En de Willem de Zwijger kazerne, die had geen hospitaal. Dus alles wat dus boven de 40 graden koorts had, onder andere ik ook, ja. Die werden met de ambulance naar de Margrietkazerne in het ziekenhospitaal gebracht. En daar aankomende, en dan gaat het vrij snel, dat je dus herstelt. Ja. En dan mag je dus weer terug. Maar dat wil wel zeggen dat je dus nog een aantal weken lichte dienst moet draaien. Dus dat je nog niet volop mee mag draaien in verband met het verzwakte lichaam op dat moment vanwege de hoge koorts. Dus ik moest nog behoorlijk wat geduld hebben om dus weer volop mee te kunnen draaien met het peloton. Wandelen mocht wel en lichte dienst draaien. En toen op een gegeven moment, op een zondagavond, mocht ik ook weer naar buiten toe. En ik maak een rondwandeling door Wezep heen met 2 collega's die ook pittig ziek geweest waren. Ja. Zo rondje Wezep en ja, langs het spoor heen, dat weggetje langs het spoor wat vroeger nog bestond, naar het station toe. Waar wij altijd langs liepen als we met verlof gingen. En we lopen zo langs dat weggetje via het station, de stationsweg uit, de Grinterweg noemden ze dat vroeger. Ja. En toen belanden wij bij het voormalige Rabobank. Die is nu veranderd in een of ander gezinshuis of iets dergelijks. Ja, klopt. En wat schetst onze verbazing, daar bij het cafetaria, Oranjeboom was dat toen. Er zat wat meisjes, die zaten daar op dat muurtje. En dan kwamen wij langslopen. Nou ja, even een praatje maken. En hier in Wezep waren er dus heel veel militairen gelegerd. Ja. En we komen zo aan de praat en een praatje zo en een praatje zus. En ja, die,
dat ene meisje, dat, ja, daar viel toch een beetje mijn oog op. Ja. En dat was eigenlijk op dat moment wederzijds. Dus het gesprek kreeg een vervolg. Ja, en op een gegeven moment moet je natuurlijk weer naar de kazerne toe in verband met 10 uur, dan is het appel voor weer de bed. Hè? En dan is het bedtijd. Dus we moesten op dat moment dus toch de meisjes dus ook loslaten. En toch kwam een vervolg met een afspraak. En zo is het eigenlijk toch een beetje ontstaan. De vriendschap tussen Julia, zeg ik maar. Ja, nog steeds je vrouw. Nog steeds mijn vrouw. Hoe en lang mij, ben je getrouwd? En mij dus. Nou, we zijn dus op 1 december 1961 zijn we getrouwd. Dus een eenvoudig rekensommetje leert ons dat het dus aanstaande 1 december 53 jaar wordt. Ja, een hele tijd, hè? Een hele tijd. Jij hebt ook kinderen gekregen, man. Ja. En je hebt twee zoons en het mooie daarvan is ook nog, het zijn tweelingen. Ja. Op een gegeven moment, toen is mijn vrouw dus in verwachting geraakt. Ja. En daar had ik ook aan meegewerkt waarschijnlijk. Want als ik de mensen in het dorp hier hoor, dan is het sprekende vader. Ja. Dat wordt nog wel eens gezegd. Dus daar ben ik toch wel een beetje trots op en mijn vrouw uiteraard ook. Maar we zijn dus 1 december 61 getrouwd. Ja. En op 3 december 1970 zijn de jongens geboren. Dus ook dat eenvoudige rekensommetje leert ons 9 jaar en 2 dagen. Ja. Maar het frappante in die tijd was dat men niet goed kon constateren of dat er of 1 of 2 vruchtjes in de baarmoeder zaten. Nee. En die spanning die bleef eigenlijk totdat de eerste jongen, in dit geval Freek, geboren was. Ja. Op 3 december om 4 uur 's middags. En toen zei de gynaecoloog, familie van de Graaf, wees gerust, er komt er nog één achteraan. Dus dat was in principe een verrassing. We hadden natuurlijk voor 1 zoon of dochter gezorgd. Ja. En toen kwamen er 2. Ook een bijkomstigheid was nog dat ze het gewicht meegekregen hadden van 1800 gram. Dus dat was niet zo heel veel, nee, maar toch nee. Zaten ze goed in het vlees en er was verder geen medische reden om ongerust te zijn. Nee. Maar we moesten ze wel achterlaten. Alleen de vrouw heeft toen ook 10 dagen in het ziekenhuis gelegen. En de beide zoons, die hebben dus bijna 5 weken in het ziekenhuis gelegen. En de vrouw die had toen dus ook een voordeel dat ze dus die maand december helemaal op krachten kon komen. Ja, ja. Maar ja, op oudejaarsdag kregen we de telefoon uit het ziekenhuis dat we de jongens op konden halen. Dus wij in het ziekenhuis en op oudejaarsavond was het gezin compleet. Ja. Dus een mooie oudejaarsavond. Ja, kon je niet wensen. Konden we niet wensen, nee. Van 1970. Ja. Het gaat door, David. Met je zonen zijn nu inmiddels volwassen. Wij gaan naar jouw carrière, in gesprek met natuurlijk, waar we ook voor zijn gekomen. Want jij bent een sportman. Jij was een voetballer. Wanneer ben jij begonnen eigenlijk met het voetballen? Ik heb me aangemeld als voetballer bij WRC. Want ik wilde graag voetballen. Jij bent dus bij WRC begonnen? Ja, maar voor die tijd had ik nooit geen tijd omdat ik een weekendhuwelijk was. En ja. Ik was heel de week van. Nou, dan ga je zaterdag niet voetballen. Dus nee. Daar kwam voor mij niks van. Maar op dat moment dat ik bij de Defensie kwam te werken. Hoe oud was je toen? 25. 25? Ja. Wel vrij late leeftijd. Ja, zeker. Ja. Want ik ben uiteraard, ik heb al gezegd, van 39 en dan 25 erbij tellen, ja, dan kom je op 64. Ja. Dus toen ben ik gaan voetballen bij WRC. En mijn carrière die begon bij dit. Toen, ik heb al gezegd, ik ben toen gaan voetballen. Bij maar WRC. Begon je bij WRC? Ik begon in het derde. In het derde? Ja. En het mooiste was in die tijd, je had toen nog geen onderscheid tussen het eerste, tweede, derde en vierde. Dus iedereen die mocht met de hoofdtrainer en met heel de kliek meetrainen. Ja. Nou ja, en ik zag er wel wat in, want ja, ik moest toch van een laag punt komen om dus wat conditie op te bouwen. Niet dat hij slecht was, maar toch. En dat was in die tijd was dat de heer Klein Klauwenberg. Wel bekend hier heel in deze. Heel bekend, hè? Ja. Geweldige man. Daar heb ik geweldige jaren mee gehad, ja. Om met die man dus te kunnen werken. Toen op een gegeven moment, toen is de zaak toch gesplitst in een selectie en een tweede voetballers die dus
op een andere avond aangevuld kon worden na de eerste. Ja. Maar ik ben toen bij Klauwenberg gebleven als assistent. Ja. Want ik wilde heel veel oefenstof opdoen bij hem. En nu komt het omdat ik de lagere seniorenelftal ben gaan trainen. Ja. Dat is mij toen gevraagd. Die scheiding die kwam er tussen een eerste selectie en een tweede selectie. En toen ben ik dus twee keer in de week blijven trainen. En zaterdags ben ik gaan voetballen. En dan zondags had ik dus de lagere senioren onder mijn hoede. Wat is het hoogste haalbare wat je hebt gehaald? Ik heb regelmatig of gedeeltelijk toch wel eens een tweede gespeeld. Ja, ja. Het eerste zat er voor mij echt niet in. Nee. Ik kon toen mijn kwaliteiten. En dat was voor mij het hoogst haalbare vanaf het tweede. Kun je nog voetballers herinneren waar je mee hebt samengevoetbald? Oh, heel veel. We hadden toen een vierde elftal, ja, waar ik in terecht gekomen ben. Bies Raamager, om man en paard te noemen. Ja. Benny Lans, Loekie van Beverwijk. Ja. Allemaal oude rotten, hè? Ja, dat was een geweldig team, het vierde team. En op een gegeven moment heb ik daar ook een aantal kampioenschappen mee bereikt. En de ene die springt mij er nu gelijk uit. Dus we waren als vierde elftal waren we vrij hoog ingedeeld. De reserve tweede klas van de KNVB, dat is vrij hoog. Ja, ja. En we speelden allemaal bijna tegen tweede teams. Onder andere VSCO 2. Ja. Dat zal ik dus nooit vergeten. Dat springt er bij mij gelijk uit. We waren kansloos in de competitie tegen VSCO 2. Ja. Maar wat gebeurt er nu? Door ook puntverlies van VSCO eindigden we gelijk aan het einde van de competitie. Dus een beslissingwedstrijd. Die werd gespeeld op neutraal terrein bij Ovios. Ja. En natuurlijk VSCO die dacht, ja, we hebben twee keer van WRC 4 gewonnen. Ja, stel niet zoveel voor. Dus Karim Bakkie. Wie zal ons kwaad doen? Ja. Nou, dat was dus WRC 4. Ja. Wij wonnen dus die wedstrijd met 2-1. Een grandioos feest na afloop. En zo geleidelijk aan ben ik dus geplaatst bij het veteranenteam. Ja. Was jij een spits of een middenvelder? Of? Nou, een leider, en dan denk ik gelijk aan Mies Raamager, die was toen leider bij het vierde. Hij zegt, wij hoeven David van der Graaf geen vaste plek te geven, want het is in principe een pupillenvoetballer. Waar de bal is, wil hij ook zijn. Dus en jij liep overal? Overal waar de bal was. Dus ze hoefden mij echt geen plaats aan te wijzen. Positie? Nee. Ik was niet stuk te krijgen tijdens de wedstrijd, want ik had een enorme conditie opgebouwd. Dus ik kon zowel de voorhoede als de achterhoede kon ik steunen met mijn kwaliteiten, qua loopvermogen enzovoort enzovoort. Ja. Zoals je al zei, kwam je bij de veteranen terecht. Ja. Hoe lang heb je daar nog gespeeld? De meeste jaren. De meeste jaren? Ja, eigenlijk vanaf het begin dat de veteranen opgericht zijn. Ja. Dus oud-eerste elftal spelers. En dan noem ik man en paard Benny Verder in de kool. Of Jan Toebast. Ja, de bekende ritueel laat maar gaan, hè? Ja, laat maar gaan. Kun je nog herinneren? Ja. De gebroeders de Haas. Of de neven. Jurrie en Gerard, Gijs Biesterbos en dan durf ik het wel te zeggen, Aalt Kalfje, Joop Kardol, Karel van der Hulst. Allemaal geweldige mannen, hè? Jan Brommer, Gerard van Tende, oftewel Kippie. Ja. Nou en dan, ik zei de man die ook geplaatst werd en dan nog een aantal meer, die ik zo meteen misschien nog wel te boven kom, maar een schitterend elftal. Wat ook jaar op jaar kampioen werd. En de derde helft, dat loog er ook niet om. Nee, altijd. Altijd feest. Met die mannen, altijd feest. En Jan Toebast, die was militair bij de Defensie. Ja. Als kok zijnde. En die kon vrij veel regelen. Als wij dus weer aan het einde van de competitie nog eens even een nabrander organiseerden met de dames erbij. En dat gebeurde altijd in de Willem de Zwijgerke zinnen in de onderofficiersmes. Nou, dan was je dus niet aan tijd gebonden, van 12 uur of zo. Dus wanneer het iedereen eigenlijk een beetje wel gezien had, en dat was dan nog geen zonsopkomst, zo bedoel ik niet, maar dan ging het dan soms mooi op aan, gingen wij dus naar huis toe na een geweldige avond. Ja. En een geweldig feest
wat Jan Toebas dus organiseerde. Maar dat waren schitterende jaren in ja. Bij WRC dus. Het punt, hoe lang heb jij gevoetbald totaal? Ik heb vanaf 64 dus. En hier staat wat. Ja. Dat is een heel belangrijk onderscheiding voor mij. En wel op 30 mei 1981 heb ik afscheid genomen van het voetballen. Ja. Dus dat was 17 jaar heb ik gevoetbald. En dit heb ik gekregen van het WRC-veteranenteam als dank voor mijn vele jaren dat ik daarbij gevoetbald heb. Ja. Dus daar ben ik erg trots op. Ja, dat is geweldig mooi, hè? Ja. Jij ook iets? Ja. Maar jij maakte, ja, eigenlijk, na de afscheid van die veteranen, dan komen we weer een stap verder. Want iedereen dacht, David van der Graaf zet een punt achter zijn carrière voetbal. Maar je bleef bij de voetbal betrokken. Alleen, jij ging een hele andere functie bekleden. En dat was scheidsrechter.